Tot nu toe zijn we eigenlijk altijd vanuit onze eigen ideeën, wat we denken dat onze klanten van ons willen, aan productontwikkeling bezig geweest. En dit is eigenlijk de eerste keer dat we echt eerst gestart zijn met het vragen aan de klant, waar heb je nou behoefte aan, wat zou je graag van het CEG willen afnemen? Alle deelnemers hebben voorafgaand aan deze Design Week één of meerdere klanten geïnterviewd uit de doelgroep waarin zij zelf meedenken. Vervolgens zijn we op basis van die klantinterviews gaan kijken van welke drijfveren of kernwoorden halen we nou uit die interviews. En vervolgens hebben we een aantal ideeën gepakt die we verder hebben uitgewerkt op zogenaamde conceptposters. En die conceptposters die gaan we weer verwerken in een advies waar de stuurgroep uiteindelijk besluit over kan nemen. Het is best wel een uitdaging. Als je gewoon zo concreet even bezig bent met wat doen we nou eigenlijk en hoe willen we dat verbeteren, dan zie je opeens dat we toch wel heel erg ook vanuit onszelf denken en wat wij prettig vinden en hoe wij werken. En het is best wel interessant en uitdagend om nu te denken gewoon van joh, hoe draaien we dat hele perspectief nou eens om? Wij leggen dingen op, maar hoe ervaart die klant dat nou? En om daar dan op in te spelen, dat geeft een hele andere kijk op je producten ook. Hoe langer je ermee bezig bent, hoe makkelijker je vanuit de oude kan denken. Je ziet toch dat in iedere discipline een andere creatieve, tussen haakjes, denkwijze is en gekeken wordt vanuit de klant. En door die in één groep samen te voegen, krijg je een dynamiek die heel prettig is om naar een plan te kijken. Ja, een week lang echt bezig zijn hiermee is veel functioneler, heb ik het idee. Uiteindelijk kom je toch wel tot een concept van een aantal onderwerpen die je gewoon goed kan uitwerken. En waarvan je ook echt kan denken aan het eind van de week van nou, dat zou wel eens haalbaar kunnen zijn. En dat is wel een mooi product om aan te bieden. Ik vind het mooi om met z'n allen in toch wel een hele korte tijdsbestek zoveel te kunnen bereiken. En ik vind het altijd ook fantastisch om andere collega's te ontmoeten. Nieuwe collega's die je eigenlijk nooit eerder hebt ontmoet. En ook om samen met elkaar in gesprek te zijn en in, ja, te blijven. Ik denk dat we vooral veel van elkaar kunnen leren. Ik zie daar wel pluspunten van, inderdaad, om dat in de toekomst ook vast te houden met de verschillende disciplines. En elke keer wel voor ogen hebben van waar willen we naartoe. En dat dit een middel is, een manier om dat ook warm te houden. Ja, geloof ik zeker in. Ik hoop dat deze week de collega's die hier aanwezig waren echt heeft geïnspireerd en dat het gaat helpen om in de organisatie de beweging op gang te krijgen en op gang te houden om met elkaar het beste voor onze klanten neer te gaan zetten.